lieve mensen, ik heb even wat besteld bij de Zeeman Online Shop. Ik had even wat spulletjes nodig van de Zeeman. En ik zag dat ze een online shop hadden en dat wist ik niet. Dus daar was ik heel blij mee. Dus alleen hadden ze niet alles. Want ik had dus een prachtige regenjas gezien in de vlog van It's Me Betty. En die had zo'n regenjas met zo'n hele dikke teddyvoering van binnen. Maar die hadden ze dus niet meer op de online shop. Dus... Maar ik zal even laten zien wat ik wel gekocht. Kijk, leuk die tas. Heel grappig. Ik ga hem eerst maar eens even uitpakken. Even zien hoor. Oh, er zit een... Ik heb geschaar niet nodig. Er zit een geperforeerd randje. Nou, ik heb eigenlijk heel veel dingetjes besteld. In de zin van... Ja, het is niet echt ondergoed, maar ik mag graag even... En zoals deze... Zo'n hemdje eronder dragen. En met witte blouse vind ik het altijd mooi om een huidkleurig hemdje onder te hebben. En normaal bestelde ik die bij H&M. Maar die hadden om een of andere duistere reden niet de hemdjes die ik moest hebben. En deze is echt tot op de draad versleten. Dus ik heb eventjes wat nieuwe gehaald bij de Zeeman. Ik heb hier een witte. Of het is een t-shirtje. Want ik heb nog wel eens een blouseje aan wat van nylon is. En als je dat dan een dag aan hebt, dan begin je aardig te ruiken. Dus ik heb er dan een t-shirtje onder. Deze is in maat 42. Dus ik hoop wel dat die past. Ik heb wel maat 42, maar van dit soort dingen heb ik het liefst altijd een beetje strakker. Want dan heb ik altijd de indruk dat het een beetje afkleedt daaronder. Een hemdje in het zwart. Maat 40. Dus even kijken. Ja, die is groot zat. En die is 2,99 het hemdje. En het shirtje is, even zien, ook 2,99. Nou, kijk eens. Goed, daar heb ik nog één van. Dus ik heb twee witte t-shirtjes. Eén zwart hemdje. Een beige of huidkleurig hemdje. Maat 40. Kijk, die sluit mooi aan van achter ook. En hij heeft een breed bandje. Dat vind ik prettig, want dan gaat het BH-bandje er mooi onder. Dus als je dan een donkere BH aan hebt en je hebt iets lichts aan, dan verbergt dat mooi. Dus daar heb ik er twee van. En nog twee witte hemdjes. Dus heb ik in totaal twee witte t-shirtjes, twee witte hemdjes, twee huidkleurige hemdjes, een zwart t-shirtje en dan heb ik nog een lekkere sjaal. En ik heb wel pantenprintjes. Kijk, deze heb ik bijvoorbeeld. Maar dat is een wat dunnere stof. Dat is ook een sjaal meer voor binnen. En dit... is een hele lekkere dikke. Dus meer voor de winter, voor bij de winterjas. Kijk hoe groot die is, joh. En die is 7 euro, hè? 6,99. Kijk hoe groot die is. Dit is de binnenkant en dit is de buitenkant. Zo'n hele grote, lekkere sjaal. En die kan je dan zo dragen. Of wat ik vaak doe is zo helemaal omknopen. Kijk, ik heb zo'n cameljas. Daar past die mooi bij en die is vrij laag. Dus dan sluit het mooi af. Ik heb trouwens een blazer aan van Kenza Modda. En een t-shirtje van Kenza Modda. En ik heb ook de broek aan van Kenza Modda. Zal ik even laten zien. Dat is deze. Er zit een ruitje en dit is elastiek in het taille, in het touwtje. Stretch, heerlijk. Die kreeg ik van de week. Vorige week had ik nog geen shopvlog van gemaakt. Daar heb ik ook nog een zwarte leather look broek van en een blouseje. Dus die zien jullie nog wel een keer voorbij komen in de vlog. Ik ga met jullie samen een pakketje van C&A openmaken. Ik heb
anderhalf week geleden heb ik wat besteld. Ja, heeft wat langer geduurd. Zij hebben dan als reden corona. Chris' moeder die heeft altijd, het is natuurlijk een oudere dame, van die broeken. Instapmodel met wat elastiek erin en die toch wel netjes zijn. Of ik ze wou halen voor haar bij C&A. Nou ja, aangezien ik niet in de winkels kon, dacht ik de C&A online. En ze wilde per se dus met ritsjes in de zakken. En dat zit dan wel eens even als ze de deur uitloopt, dus de sleutel in de zak heeft. Dat vind ze toch wel handig. En toen hadden ze niet. En toen was ik voor Chris aan het kijken, want die moest ook even wat truitjes en wat blousjes hebben. Toen dacht ik van, laat eens kijken. Toen hadden ze wel, dus ik heb voor haar ook wat mee besteld. Ik ga met jullie samen de doos even openmaken. Ik zal eens even kijken waar ik jullie neer ga zetten. Wat handig is. Of dat ik het gewoon eventjes ga filmen zo vanuit de hand. Kijken of dat lukt. Dit is de doos en hier zit een hele handige strip op. Ja, zie je, die kan ik gewoon zo open trekken. Zo. Hij is nu al open. Kijk eens aan, hoe handig is dat? Geen plastic, niks. Nou, hier is het eerste item. Dat is zo te zien. Een broek. Ja, ik ga hem niet uitpakken, want het is natuurlijk niet voor mij. Maar het is een donkergrijze broek. Nou wou ze volgens mij niet zo'n hele donkere, maar goed, ik weet het niet meer. Ze moet het maar bekijken. Dit is de trui voor Chris. Een beetje donkerblauw met een kamelmotiefje. Daar ben ik helemaal gek van. Ik zal hem er even uithalen. Ik ga jullie toch even neerzetten, denk ik. Dit is hem. Mooi donkerblauw. XL. Lijkt groot genoeg, maar dat is altijd een verrassing. Hij is wel vrij lang volgens mij. Goed. Ik zal hem in het zakje doen als ik terug moet. Dan moet ik het juiste zakje bij het juiste item hebben. Het tweede is een heel klassiek overhemd met een klein ruitje. En een donkerrode trui. Ik laat hem er denk ik maar in zitten. Het is van Kanda, of Kenda, hoe je het ook maar zegt. De iets betere kwaliteit van C&A. Een overhemd met een klein ruitje in blauw. Dan heb ik nog een set van een trui met een blouse. Met ook een klein ruitje. Dan heb ik nog een overhemd met een assortiment van motiefje. Die zal ik er even uithalen. Even zien. Dat is een soort blaadjes. Blaadjesmotief. En dan hebben we nog een bruine trui. Met een bijpassend blouseje. Alles in maat XL, dus ik ben heel benieuwd of die past. En dan nog een broek voor Chris' moeder. Ik zal eens even een uit de verpakking halen. Hier zit dan zo'n riempje. En er zit dan elastiek achter. Kijk, die oudere dames die hebben natuurlijk moeite met aankleden 's morgens. En die kunnen er zo instappen. Nou, deze heeft de gewenste elastiekjes in de zakken. En het is een korte
Want ze krimpt natuurlijk, ze is nog niet zo groot. Dus ja, heel benieuwd of het past. Ik zal hem weer in het zakje doen. Vrij dun vind ik. Voor een winterbroek. Maar ze moet het maar bekijken. En anders moet ik het terugsturen. Ook geen probleem. Zo. Deze even smoren. Nou, dan moet Chris vanavond maar eens even zien wat hij ervan vindt. Ja, ik had verschillende sites al bekeken. En hij houdt niet van die hele bonte overhemden. Ja, ik vind dat wel leuk, maar hij niet. Want hij wou alweer een ruitje. Ja. Dus. Ja, dit is ook iets van een, ja, een bloemetje dingetje of zoiets. Dus. Heel benieuwd wat hij ervan vindt. Ik zal het weer in de doos terugstoppen. Dan moet hij vanavond maar even kijken als hij thuis komt. Ik kreeg wederom een pakketje. Dit keer van de Kruidvat. Zullen jullie wel denken, wat doet ze toch allemaal te bestellen? Ik ben alvast bezig met de kerstcadeautjes. Wij doen altijd aan kerst. Pakjes onder de boom. Sinterklaas doen we niet aan. En nou ja, zoals iedereen wel weet ben ik panisch voor corona. Bestel ik alles via internet. Dus zo ook bij het Kruidvat. Nou, laat ik niet zien wat hierin zit aan kerstcadeautjes. Want degene die mijn vlog kijkt, daar is het ook voor. Dus ik ga alleen uitpakken wat dus geen kerstcadeautjes. Kijk, ik ga dan dingetjes bestellen. Dan bestel ik altijd even wat meer, anders zit ik met die verzendkosten. Maar even wat dingen. Ik moet even kijken hoor. Dus daarna graaien dat ik niet het verkeerde pak. Oké, het Kruidvat. Een hele. Oh, die is zwaar om met één hand eruit te trillen. Wacht even. Ik pak eerst even het kleinere dingetje. Deze wenkbrauwverf heb ik gekocht. Ik heb van het eigen merk dit keer. Van Kruidvat. Dat scheelt nogal in prijs. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik had het anders altijd van Swiss Opar of iets dergelijks. Maar deze dus. En deze hele grote fles met wasmiddel van 5 liter. Deze hele grote fles met wasmiddel van Frisse Reus. Dit is 5 liter geloof ik. Dit is de geur Bali. Even ruiken. Oh ja, heerlijk. Dikke prima. En wat hier verder nog in zit is een kerstcadeautje, dus dat laat ik lekker niet zien. Dus dit waren de spulletjes van het Kruidvat.